Het is niet een buurthuis wat zeg maar, door een welzijnsorganisatie wordt georganiseerd, maar het is eigenlijk door en, ja, buurtbewoners, vrijwilligers en mensen die het een warm hart toelaten. Het is nu een open buurthuis voor iedereen die iets wil, die iets zou willen en die hier welkom voelt. Dames en heren, ik zou zeggen, u heeft een glaasje, proost, een gezond, een goed en een liefdevol buurthuis Archipel 2019. Nou, 2018 was wel voor ons een heel belangrijk jaar. Het was een omslagjaar. Want de eerste jaar waren we bij Opstart waren we voornamelijk begonnen met het uitzoeken van wat gaan we hier doen precies. Het tweede jaar konden we een beetje in uitvoering gaan werken. En toen ontdekten we voornamelijk van dat vraag en behoefte niet echt aan elkaar aans gingen sluiten. Dus we moesten daar het een en ander in veranderen. Dus het jaar 2018 was wel voor ons een jaar waarvan wij eindelijk de basis hebben bereikt. Waarin we eindelijk goed in uitvoering kunnen werken. De buurt wilde een open buurtcentrum hebben en hecht juist aan het open karakter. Omdat hier zo'n diversiteit van bewoners is, dat het echt voor iedereen een prettige, toegankelijke omgeving zou zijn. Kijk, het is niet een verhaal van het wordt op een paternalistische manier opgezet vanuit een bepaalde idee, maar het is juist de bedoeling om de mensen zelf ook te laten bruisen van de ideeën en, ja. en ze daar enthousiast voor te krijgen. Voorheen was het dus ook een gesloten ruimte, dus het heeft tijd nodig om naar buiten te treden, om in de publiciteit te komen. De mensen zijn heel erg bescheiden, terughoudend. Soms zijn dingen een taboe. Als mensen het niet breed hebben, blijven ze ook vaker thuis zitten. En nu, 3 jaar later, ben ik heel blij om te zeggen van het is me gelukt om de buurt te bereiken. Ik help het bestuur van Archipel en de vrijwilligers van Archipel om Archipel te ontwikkelen in een centrum voor emancipatie en talentontwikkeling. In 2019 hopen wij dan ook weer weer heel erg out of the box te denken. Dus er komen wel wat verrassende ideeën aan. Uiteraard blijven we dingen invullen en blijven we luisteren waar er behoefte aan is. Het is echt een wereld van verschil van hoe het buurthuis er nu voor staat en zoals het er voorheen uitzag. Het aantal mensen die we bereiken, het aanbod die we bieden, niet te vergeten de kennis die we naar buiten kunnen brengen en de ervaringen die we kunnen delen. Ik denk dat qua locatiearm deze plek heel erg goed is in Oost. Dat er hier omheen heel veel mensen leven die er nog niet echt over durven te praten. Dus ik denk dat het een ideale locatie is om een centrum te worden voor armoedebestrijding. Huishoudens die langdurig in armoedige omstandigheden zitten, soms al een generatie lang. En dat kunnen we als samenleving, willen we dat gewoon niet. Mensen willen ook uit die armoede komen. En daar heb je elkaar ook voor nodig. Dus we zijn en met vrijwilligers, met deskundigen en met professionele organisaties proberen hier een netwerk te creëren waar mensen echt vooruit komen. En uiteraard blijven we dingen invullen en blijven we luisteren waar er behoefte aan is. Wat we wel telkens horen is dat er armoede telkens meer aandacht nodig heeft. Dus we zijn ook aan het kijken van hoe geven we dat nu een betere invulling. Dat in ieder geval een aantal mensen geïnspireerd zijn en gemotiveerd zijn om uit die armoede te geraken. En dat zij ook kunnen rekenen op de steun van een netwerk dat om hen heen is. Hier op vrijdag is de voedselbank. De mensen uit Oost die van de voedselbank gebruik maken, komen hier allemaal op vrijdagochtend. Dus er is hier een zekere verbondenheid al op het thema armoede. Al wordt het niet altijd zo door mensen gezien.
wat ik wil bereiken is dat ze met elkaar daarover gaan praten. Ja, tips en tricks met elkaar delen en een bepaalde lotsverbondenheid krijgen en een soort kracht ontwikkelen. Ondertussen daar ook eraan werken om de eenzaamheid tegen te gaan. Wij denken dat de archipel een bijzonder goed punt is. Uiteraard ligt het centraal. Het is een mooie omgeving ook waar ze zitten. Maar wat wij heel erg belangrijk vinden is dat de ontvangstruimte groot genoeg is om mensen ook het sociale contact met elkaar te laten hebben. Er is een kopje koffie en een kopje thee. Dus heel veel mensen die komen hier ook naartoe om even uit de dagelijkse sleur te komen en met andere mensen te praten. Alle mensen die bij de voedselbank werken, die werken op vrijwillige basis. Dus dat is de mensen die hier op locatie werken, mensen op het distributiecentrum, mensen op het hoofdkantoor. Iedereen bij de voedselbank werkt op vrijwillige basis. Als we gaan kijken naar de uitgifte bij de voedselbank, dan hebben we zeker 100 mensen in het buurthuis die binnenlopen. En 110 klanten betekent 110 gezinnen. Dat varieert van een eenpersoonshuishouden, maar we hebben ook een gezin dat uit 12 mensen bestaat. Het zijn niet alleen maar mensen die dan een voedselpakketje ophalen, maar ook mensen die binnenlopen omdat wij hier een soort van spreekuur hebben voor dienstverlening. Dus dat combineert heel goed met elkaar. Peter kookt met 3 vrijwilligers. Nou, ik vind het leuk om vooral voor heel veel mensen te koken en zo. En ik vind het ook leuk om te horen dat ze het lekker vinden. En hij doet zelf de boodschappen. En we bespreken samen wel een beetje hoeveel mensen er komen. Want die melden zich bij mij aan. En Peter maakt het menu en die doet de boodschappen dan. Ik heb eerst de kokschool gedaan. Daarna de hotelschool. En ik heb ruim 20 jaar in Amsterdam gewerkt. Onder andere als leerlingkok, zelfstandig werkend kok en chef-kok. En de laatste paar jaar heb ik een eigen restaurant gehad. En om 4 uur gaat hij met de vrijwilligers aan de slag. En een vierde vrijwilliger komt vaak tijdens het eten en die komt dan helpen om de afwas te doen. Als ik het zo maar zeg, het zijn mensen die, die waarderen dit heel erg. En ik merk ook... de mensen vinden het heel leuk om mee te helpen. En de continuïteit, dat het iedere week doorgaat, dat is heel belangrijk dat mensen de structuur niet kwijtraken, want dan haken ze af. Zit hem in die kleine dingen die het voor mensen met niet aangeboren hersenletsel heel prettig vinden om met elkaar te eten. En ik kom hier al 5 of 6 weken nu. En het zijn allemaal ook mensen met ongeveer dezelfde aandoening als mij. Met hersenletsel onder andere. Mijn hersenletsel is gekomen van een motorongeluk dat ik heb gehad. Het is een afleiding dat ik nodig heb. Ook hier zie je al dat mensen begrip hebben voor elkaar en dat er over en weer hulp geboden wordt. En dat er kansen liggen en mogelijkheden in plaats van altijd maar die beperkingen. Want die beperkingen komen ze iedere dag, iedere seconde tegen. En mogelijkheden, iedereen zegt altijd dat kan niet, dat kan niet. Nou, hier gaan we kijken hoe het wel kan. En dan lukt er heel veel. Ja, hartstikke lekker. Heerlijk. Heerlijk. Aanmeldingen voor mensen die bij de groep willen is heel groot. Er is dus duidelijk heel veel animo voor om bij elkaar te komen. Er is heel veel eenzaamheid in de grote stad Amsterdam. Helaas. Wat ik hoop te bereiken is dat de mensen op elkaar gaan zien, ook privé en ook buiten de momenten dat we bij elkaar zijn. Want dat is wat ik het meeste hoop, dat mensen met elkaar gewoon vrienden worden en gewoon eigen initiatieven gaan tonen. Ja, mijn persoonlijke doel is dat ze mij gewoon helemaal niet meer nodig hebben. Dat ze gewoon zeggen van toedeledokie en we zien elkaar eens in de zoveel tijd. En dat hoop ik te bereiken. Dat zou het mooiste zijn. En ik zou het heel fijn vinden als ik betaald kon krijgen ervoor. Maar helaas is het een vrijwilligersbasis. Maar voornamelijk het doel is dat de mensen met elkaar interactief zijn.
gaan hier dus een leuk programma voor u brengen. Wanneer je kunt, ik hou een kamer voor je vrij. Als het einde komt en als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als het einde komt en als ik dan alleen ben, mag ik dan bij jou? Bij we proberen als buurthuis heel erg out of the box te denken om ervoor te zorgen dat die diversiteit waar wij voor staan, dat we die bereiken door activiteiten te organiseren die zorgen voor ontmoeting. Wij moeten blijven groeien om een voorbeeldfunctie te zijn van hoe het anders kan. En dat is dan weer vanuit een ander, totaal ander hoek dan dat we gewend zijn in het buurthuis. Want het is wat meer diverser. In het begin dachten wij van educatie is een enorm groot begrip. Waar moet je beginnen? Je moet leraren hebben, je moet gecertificeerd zijn. En nou, er kwam voor alles en nog wat bij kijken totdat ik ging naar het oude stijl. Je moet gewoon beginnen en dan zien we wel waar het strandt. En er waren natuurlijk heel veel mensen die zeiden van zeg, jullie doen aan educatieve programma heel veel. Maar we zouden toch veel meer willen. Laat het alsjeblieft niet bij muziekeducatie, Engelse les en Nederlandse taalles. Ondernemerschap is een enorme uitdaging. Dus ik snap ook heel erg goed dat mensen een duwtje in hun rug nodig hebben om er echt zelfvertrouwd in te gaan. Het leuke van zo'n bijeenkomst over ondernemerschap is dat het heel divers is. Het zijn soms gewoon mensen die dan uit de uitkering willen stappen en gewoon totaal iets nieuws willen beginnen. En soms zijn het hele rijke ondernemers die eigenlijk graag willen aansluiten bij een wat laagdrempelige bijeenkomst om te weten van wat doe ik nou fout? Ik wil even bij het begin beginnen. Onze partners zijn heel divers. Maar wel partners die een bepaalde aanbod invullen in de buurt. Dus, en ook de gemeente Amsterdam is eigenlijk voor ons een partner. Want ook zij geven ons een bepaalde opdracht. En die opdracht is natuurlijk een aanbod zijn voor mensen in de buurt. Maar ook de woningcorporatie, van wie we deze gebouw huren, de Alliantie. Maar ook zij hebben graag een wens, een invulling van wij willen graag dat er sociale initiatieven worden uitgevoerd. Daarom huren wij dit als een buurthuis. Ja, als wij iets zien dat gedaan moet worden, dan zeggen we altijd... jongens, kun je volgende dag even... Ik denk ook eigenlijk dat ons bestuur een van onze partners is. Want met dank aan het bestuur proberen wij ook een beetje ervoor te zorgen dat wij vraag en aanbod goed invullen. En dat we niet echt een dictatuur worden. We zijn een buurthuis voor iedereen en zij houden daar goed toezicht op. Vandaag hebben wij onze barbecue, omdat we de vrijwilligers die hier werken, dat zijn mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt, die hier stage komen lopen, die hier hun eigen ritme weer proberen op te pakken. Mensen met een uitkering die toch iets willen doen terug voor de maatschappij en ook hopelijk weer naar betaald werk gaan. Bedanken omdat ze zich het hele jaar inzetten. En zij doen vaak wat voor ons en voor de buurtbewoners. En nu vinden wij een keer dat ze in het zonnetje gezet mogen worden vandaag, omdat ze gewoon... hartstikke goede vrijwilligers zijn. Ik ben heel blij dat de bestuursleden dit voor ons hebben georganiseerd. De medewerkers voelen zich gewaardeerd, ze zetten zich extra in. Het lijkt wel een beetje een teambuilding. Ik hoorde dat ze het ons aanboden. Ik dacht, nou dan betalen ze ervoor. Maar dat ze hier, dat het bestuur ook hier heeft aan koken, dat vond ik heel verrassend. Ja, heel leuk.
Ze zeggen het is een bestuur op afstand, maar ze staan ook heel dicht bij ons. Je kan ze altijd bellen, ze zijn altijd te bereiken, goede adviezen en je maakt het buurthuis toch eigen. Ik zie dit als een geslaagde opdracht die de gemeente ons heeft gegeven. Er valt nog heel veel te doen, maar de opdracht van we willen, je moet naar buiten treden, het huiskamer van de buurt zijn, die hebben we ingevuld.